Koos. Ja. Hoe is het, man? Goed, man, met jou? Ja, lekker, man. Je lijkt een beetje zenuwachtig, maar ik zit alweer in een item. Ik hoor dat ik... Dat mag je niet zeggen. Nee, weet ik. Maar... We beginnen opnieuw. Waarom beginnen we overnieuw? Het mag toch wel gewoon gezegd worden. Oké. Want ik heb je hierbij betrokken. Dat klopt. Ik heb je hier met de haren bij getrokken. Dus het is mijn verantwoordelijkheid, jongens, dat Koos weer in een item zit. Nee, ik wil even met een extra komen, want... Wat jij waarschijnlijk wel weet, maar niet heel erg beseft, of dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben niet alleen een gamer en een game king, maar ik maak ook games. Het besef is hoog. Het besef is hoog, jawel. Ja, ja. Heb ik je ermee geconfronteerd? Ja. Op de een of andere manier? Op wat voor manier? Toch niet vervelend, ik weet niet. Hoop ik. Nou, nee, helemaal. Volgens mij heb ik het gewoon een keertje van de item meegekregen. Ah, oké. Okay. En ik dacht, ik wil je mijn nieuwe game laten zien. Dus dit is een sneak peek. Naar de game die nog niet uitgekomen is, waar ik nu heel hard aan werk, die ik binnenkort ga aankondigen. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Je mag alle feedback geven. Dit is een soort playtest, mini playtest. Okay. Dus je mag haten. Je mag het niet snappen, dat ligt dan aan mij, want ik ben de game nog aan het perfectioneren. Ik moet zeggen, ik vind de grafische stijl nu al wel echt super vet. Kijk, dat is chill. Dat is ook wel een beetje, dat kan ik trouwens wel laten zien. Dat zal ik ook even insturen. Is concept art van de game. Heb je dat gespeeld? Ik werk namelijk samen met David Smit. Hij is concept artist en hij is lead artist geweest bij Crytek. En heeft ook voor Guerrilla Games aan de Killzone serie gewerkt. En voor King is hij lead artist geweest. Dus die guy die weet wel wat hij doet visueel gezien. Ja, het is echt mooi, man. Het is bijna een sprookje, ziet het eruit. Ja, het is ook het idee, we willen een ochtendwandeling maken, dat het zo voelt, zeg maar. Want heel veel games zijn best wel gehyped. Ik heb mijn eerste quest complete. Sick. Ben je wel snel? Ik ben heel snel. Heel veel games, dat is niet wel een goed ding. Want deze game gaat ook om chillen. Deze game gaat om dat. Deze game, als je in de trein zit, dan moet je het gevoel hebben van het is een relaxed ochtendwandeling. Dat is het ding, de control scheme is gewoon... simpel, weet je wel? Ik wil altijd met mobiele games dat ik niet te veel toetsen tegelijkertijd indruk. Bijvoorbeeld GTA 3, super vet dat die op een iPhone speelbaar is, maar het is te veel priegelwerk, man. Ja. Dat kan niet. Zeg maar, controls op een scherm vind ik echt altijd super vervelend. Dat wilden we ook niet. Okay. Ja, kijk, ik zie al een issue. Ah. Ik zie een issue. Ik zag hem. Ja, ik wil hem ook oplossen, hij is vervelend. Maar goed, ik heb ook een link hier in de extra. Voor iedereen die zegt van, ik ben toch wel nieuwsgierig naar wat voor project dat is. De game heet Still Here. Je kan er al wat van zien ook. En je kun je dus aanmelden om gratis te testen voor iOS en Android. En dat zou ik super dope vinden, want we werken keihard naar een release. Oh, hij komt ook van Android? Ja, van beide platformen. Dus en hoe meer mensen kunnen testen en kunnen zeggen wat ze ervan vinden, hoe sneller wij hem kunnen perfectioneren en live gaan zetten. Heb je alle namen of heb je die net gemist? Ja, die heb je net gemist. Okay. Still Here. Still Here. Kan je die uitleggen? Dus, het grappige is, het is een hele vrolijke wereld, maar het is een post-apocalyptische future waar het zich in bevindt. Dus vandaar Still Here. Want wat is er nog over? Okay. What's Still Here? Was je stoned toen je dit bedacht? Ik heb het niet bedacht. Oh, het ziet er wel zo uit. Het is wel, het is wel een beetje een stoner premisse. Ja, maar op een goede manier. Ja. Creatief. Nee! Je bent de kaart een secret aan het vinden hier. Alleen, je komt het gaatje niet in. Ik kan het gaatje niet vinden. Dit is het verkeerde gaatje. Ja, dat gaatje kom je sowieso niet in. Access denied. Ja! Bam! Netjes, man. Eigenlijk moet het meer een feestje zijn, vind ik. Je moet meer positieve feedback krijgen. Als je een geheim vindt? Ja, toch? Of niet? Dat soort dingen moet je eigenlijk zeggen. Confetti. Confetti, ja. Ken je die... Koos confetti. Dat extraatje in Halo, dat je confetti headshots maakt. Dat is wel fucking nice. Super, super vet, man. Dat voelt ook als een accomplishment, weet je. Als je een headshot maakt, klopt. Dan hoor je kinderen juichen. Yay! Ja, allemaal confetti. Het is bizar, maar ik heb dat vaker in mijn games gedaan. Applaus en gewoon gejuich. Ja. Het is insane. Het werkt gewoon. Natuurlijk. Ja, dat is, als je met Hearthstone wint, heb je dat ook. Dan heb je zo'n kaart, allemaal vuurwerk en het voelt gewoon goed. Goed, meld je alsjeblieft aan, jongens. Ik zou het super dope vinden. Koos, thanks dat je mijn game wilde spelen. Heb je gedachten erover? Heb je feedback? Moet ik het teruggeven? Nou, hoeft niet. Ik wil het niet teruggeven. Right. Ja, je hebt sowieso nog 4 levels die je kunt doorspelen. Alright.